De geslingerde honing is even een paar dagen met rust gelaten, zodat het kan bezinken. En dan komen er kleine wasdeeltjes en luchtbelletjes boven drijven. Dan worden die dan afgeschraapt. Dan gaat het vanuit de emmer in een emmer met een aftapkraantje. Zodat we de schone potjes kunnen vullen met dit vloeibare zomerse goud. De bedoeling is dat er 250 gram honing in elk potje komt. Nou, dus dat is het minimum. En ter controle worden de potjes even gewogen. Dekseltje erop. En dan staan ze klaar voor een etiketje.